Goedemorgen allemaal. Nou, we hebben kei lekker geslapen vannacht. En het was een hele koude nacht. Het zat tegen het vriespunt aan. Maar daar hebben we helemaal geen last van gehad. Onze nieuwe dekbedjes die zijn echt super. Zijn vederlicht, heel apart. Heel warm dekbed, wat je eigenlijk niet voelt dat het over je heen ligt. Dus ja, hele goede aankoop mee gedaan. Dus dank aan Hema. En zoals je ziet gaan we nu lekker ontbijten. En lekker vers gekookt eitje, vers gebakken broodje, lekker bakje koffie erbij, eigen gemaakte jam en noem maar op. Frank heeft vandaag nog een klusje voor de boeg, want gisteravond dacht ik lekker hier in de camper te gaan douchen. En dat begon ook heel lekker, totdat ineens ik ijskoud water over me heen kreeg. Dus dat kan niet na zo'n korte tijd. Dus Frank moet vandaag eens even gaan uitzoeken wat er met de boiler aan de hand is. En, maar dat gaat vast goed komen. Ik, Frank kennende, sta ik vanavond gewoon weer onder een hete douche in de camper. Smakelijk! Nou, we zijn lekker op de camping. En vandaag doen we een beetje relaxen. Zonnetje schijnt inmiddels weer. Ik heb net even heerlijk in de zon koffie zitten drinken. Dan even met een dekentje in mijn stoel. En dat is gewoon heerlijk. Ik ben mezelf kwijt. Oh ja, daar ben ik weer. En Frank heeft lekker vissen. En ga ik het beeld even omdraaien. Want dan zien jullie Frank zitten. Lekker in zijn stoeltje. Jasje aan. Hengeltje uit. En lekker in het zonnetje. Visjes bijten nog niet zo. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. Als je maar plezier hebt. Kijk, daar komt hij. Daar is hij. Nou, wat wensen we nog meer? Dit is gewoon volop genieten. Ik wens alleen maar zon en rust. En Frank wenst een visje, denk ik. Gaat goed, schatje? Nou, het is nog niet veel, hoor. Niet? Hier nou een half uurtje. Ja, het kan aan de kaas liggen. Normaal bij Old Amsterdam. En nu is het gewoon kaas van de postcode loterij die Koen gewonnen had. Ja, ik denk. Ik heb een klein beetje gevoerd, maar. Ja. Nog geen tikje of niks. Dus ja, het is afwachten. Ik denk dat ze niet van jonge kaas houden. Ze wil gewoon Old Amsterdam. Ik denk dat de mevrouw van de camping zich in beroerte lag dat ik hier in een sloot zit waar geen vis zit. Ja. Ze zijn nog in winterslaap, denk ik. Nou, kijk, dit is de mooie visvijver. Het is echt, alles is natuurlijk nog in wintersfeer. Het begint wel allemaal een beetje uit te lopen. Nou, dit is de visvijver. Nou, en daar zie je onze camper staan. En als je kijkt dat we nu vandaag 27 februari... deze camping hier Veldzicht, die het hele jaar open is, best wel heel goed bezet is. Fijn voor de mensen. Wat ga je koken? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan het je wel vertellen hoor. We willen nu kipfilet op roer bakken.
Ja, dat had ik al gedacht. Kipfilet. En we hebben voor de zak van gemak gekozen. Dat je niet groente hoeft te snijden. Dus we hebben gewoon een lekkere zak roerbakgroente. En daar gaat Chinese zoetzure saus bij. En dat wokken we lekker door elkaar met rijst en een kroepje. En dat is vanavond weer lekker gegeten. Nou, ik zal onze kok een klein beetje helpen om de rijst te koken, water kookt. Dan ga ik even lekker verder met roeren in de roerbakpan. Deze zetten we iets lager. Ja, dit is het geworden. Nou, ziet er smakelijk uit. Ja, toch? Ja. En lekker rijst en een lekker kroepje erbij. Nou, zal goed komen dan. Dus ik zou zeggen, smakelijk. Ja. Nou, zo sluiten we de dag maar weer af. Een prachtige dag gehad. Bedankt voor het kijken. En morgen wel weer een stukje. Fijne avond. Doei.